Het is alweer twee weken geleden dat Sylvia Geerse bekend maakte dat zij en Joris Smits uit elkaar zijn gegaan. Het model en de kapitein leerden elkaar kennen in het datingprogramma De Bachelorette, waar Joris de laatste roos en het hart van Sylvia won. Maar hun liefdesverhaal kreeg geen happy end. In een interview met Show Nieuws doet Sylvia voor het eerst een boekje open over de reden van de breuk. Sylvia zegt dat ze nog steeds veel om Joris geeft en dat ze dagelijks contact hebben. Maar soms gaan dingen gewoon zo. Ik weet het zelf ook even niet. Het is nog heel vers, zegt ze. Ze wil niet te veel in detail treden over wat er precies misging tussen hen. Dat is natuurlijk privé. Het is nu even goed zondag. Ze geeft wel toe dat er veel druk op hun relatie lag. Mensen vroegen vaak: zijn jullie nog samen? Op een gegeven moment dachten we: even de druk eraf en we zien wel hoe het verder loopt. Op 13 januari maakte Sylvia via Instagram de breuk met Joris officieel. Ze plaatste een foto van hen samen en schreef: Met een mix van emoties delen Joris en ik met jullie dat we hebben besloten om niet samen verder te gaan. We hebben samen besloten dat dit de juiste keuze is voor ons beiden. Onze tijd samen is een waardevol hoofdstuk in ons leven geweest, gevuld met liefde, groei en mooie herinneringen.